Hallo, vandaag is het Pinksteren. Pinksteren, Pinksteren, Pinksteren. Maar het is ook donutdag. Laten we eens een donut gaan tekenen. Doe je weer mee? Oké, Pinksteren. Wat was Pinksteren ook weer? Dat was de ontvangst van de Heilige Geest. Dus wat had je dan? Dan had je... Die discipelen, zeg maar, had. Die hadden die dag allemaal een vlammetje boven hun hoofd. Ja, de Heilige Geest daalde neer en in de vorm van een vlammetje. Nou, ik heb nog nooit iemand met een vlammetje boven zijn hoofd gezien of zijn haar stond in de fik. Maar ook dat heb ik gelukkig niet heel te vaak gezien. Maar ja, dat is eigenlijk wel mijn Pinksteren vieren, de ontvangst van de Heilige Geest. Maar ik zei, wat ik net bij de aankondiging zei... Het is vandaag ook Nationale Donutdag, dus laten we eens wat donuts gaan tekenen. Of tenminste, een donut gaan tekenen. Nou, hoe tekenen we die? Gaan zo. Zo, ik vind dat best een aardige donut. Kan natuurlijk een reddingsboei zijn, maar... Kijk, als we daar spikkeltjes op doen, dan is het opeens echt wel een donut. Versiers of zo. Ik vind vaak een donut net iets te zoet. Ik ben niet zo van de donuts. Maar in Amerika schijnt dat, ja, de politie die is helemaal verzot op donuts. En vandaar dat de politie ook daar heel goed moeten opletten op hun lijn, zeg maar. Nou. Ja, een donut. Nou, we kunnen er nog wel één tekenen. Of misschien moeten we een paar bij elkaar tekenen zo. Ja, zo deze is met chocola doen zo. Beetje glans op die chocola natuurlijk. Ja. Kunnen we natuurlijk donker maken, maar ik weet niet of dat in dit geval zo mooi is. Dus dat ook. Het kan natuurlijk ook een witte chocolade donut zijn. Dus we kunnen een beetje deze wat donkerder maken. Zo. Wat je nou het beste kan doen om dit te oefenen, is gewoon even een donut halen in de winkel. Ik teken ze nu uit mijn hoofd. Ik weet eigenlijk niet of dit precies wel een donut is. Maar misschien moet je gewoon een donut uit de winkel halen. Gewoon een donut gaan halen. En als die dan goed is gelukt... Mag ik hem opeten? Goed? Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!